Ja, hij wees een nul, maar we de Radio Bijl staan he, van een 38 of 39. En in 41 moesten al de radio's binnengeleverd worden. Ja. En dan was in de Rijksmiddelbare School, want was vroeger de kolonie. Dat was een soort van weeskinderen en zo, he, of van verlaten moeders. Ze kwekten dat al. En dat het een beetje van grotter was, lieten ze dat dan weer. Of enho. En dat moest allemaal naar daar gaan. Iedereen moest de radio naar daar dragen. En de pompiers, mijn vader was ook van dienst, zuster die dag. Hij moest dat erop even. En het zat erin die dat allemaal noteerde. En die pompiers moesten toen die radio's er nog van achter dragen. En dat werd er allemaal op elkaar gezet. Maar als je doorging, kwam hij via een hank en de ding en de Albertlaan uit. Die schoolen, ik was van voren binnen en van achter zo naar buiten. En mijn vader, hij zei, je moet komen vanavond doen. Hij zei, en onze radio meebrengen. Hij zei, je moet direct hunter naar van achter gaan. Ga maken dat je weer kan meedoen naar huis. Ik ging kijken naar daar. En mijn vader, natuurlijk, was, die geef hem die radio daarop. En ik loop kijk naar van achteren. Ik had die dan nog van achter gedragen, maar in de plaats dat hij hem daar zette, ging een deur. En ik pakte hem mee en ging hij weer nog van voren. Niet toen hij daar, maar was voort. En weer mee naar huis. Maar dat was dan natuurlijk, mocht dat geen mens weten. Het lag er, ik stond op de kassa, het lag er een sluis over. Hij stond er de brood van een vaas op, dat viel er zo niet op. Maar s'avonds, naar de Britten, naar de BBC Light Program. Maar ze spraken er een gedeelte in het Vlaams ook. En Jan Moedwil, heb je er nog van gehoord? De Deen sprak er ook in. Hoe zei dat dan? We zeggen het wel zonder te boffen, maar toch krijgen we ze wel de boffen. Dat was het laatste dat hij zei. En mijn vader kost dat dan zo zeggen, nee, je mocht geen woord zeggen. Want het was maar als eten, heel dicht tegen dat ding.